Maar het is dus dat je soort van halfachtig klaarkomt. Ja, het is magic, hè? Magic. Echt magic. Heb jij wel eens een one-night stand gehad? Ja. En hoe was dat? Leuk dat je kijkt naar Schaamteloos. Want ik wil alles weten van onze gasten. Taboes, stories, geheimen. No shame, jij hoeft je nergens voor te schamen. En de gast die vandaag lekker bij mij in bed kruipt is... Kenzo Alvarez, mens, woehoe! Nou, voor de mensen die nog niet kennen, dat vind ik echt belachelijk. Maar Kenzo is mijn mede-ambassadeur van Dance for Life en artiest en danser. En wij kennen elkaar redelijk goed. Yes, sir. Maar ik ben benieuwd, waar schaam jij je voor? Wat er bij mij opkomt is dat als mannen ben je wat meer behaard. Ik had het namelijk al vroeg, 12, 13. Ja. Toen was ik gewoon echt wel gewoon wow. En dan hebben die andere guys in je klas, die hebben allemaal nog van die babyhaartjes. Snap je? En ik kon wel gewoon een soort van majo likken, alsof ik een majo aan had. Maar dat is gewoon mijn beenhaar, snap je? Hey, we gaan beginnen met de vragen. Let's go. Oké, kijk. Nou, hier zitten allemaal vragen in van kijkers die ze ons gedm'd hebben. Let's go. Let's go. Hoe was je eerste natte droom? Wow, ik herinner me hem nog. Ik weet niet waarom, maar ik had zo'n crush op die vrouw van de Addams Family. Ik weet ook niet waarom. Maar dat is toch die hele zo heel vrouwen, elegant, ja. Ik was in die film, ik was in dat huis en alles was zo een beetje eng. Maar ik kan spannend. Alleen even zeg maar de Addams Family niet koppelen met zeg maar. Ik ook niet. Ik ook echt niet, maar ik... Je werd gewoon wakker, ja. Toen dacht je wow. Toen dacht ik, hè? Ik dacht ook, hè, kan dat zonder zelf iets te doen? Mm-hmm. Maar ja, dat wel dus. Want hoe oud was je toen ongeveer? Ik was wel echt jong hoor, ik denk 13. Want wist je op die leeftijd al wat een natte droom was? Nou, eigenlijk niet op die leeftijd, maar ik ging er dus even uitzoeken. Maar het is dus dat je soort van halfachtig klaarkomt, terwijl je in een droom bent. Ja, zonder... Zonder iets te doen. Het aan te raken. Zonder het aan te raken. It's mysterieus, ja, het is magic, hè. Het is magic. Magic. Alright. Hoe was de eerste keer condooms kopen? Ik weet wel dat mijn eerste vriendinnetje, zij had dat, want zij was al ontmaagd en ik niet. Ja. Dus zij was al prepared, je weet toch? Ik was in goede handen. Ik moet zeggen dat het tot de dag van vandaag nog wel een beetje een soort van ding is of zo. Heb je dat niet? Ja. Want als je het afrekent, betekent dat diegene die het afrekent precies weet wat jij gaat doen. Ja, precies. Ja, dat is wel echt zo'n ding. Maar aan de andere kant... Je kan het beter kopen dan niet kopen, toch? Snap je? Dus ja, je kan het beter ownen en gewoon van ja, hey, ja. I'm about to have a good time. Je kan ook bestellen tegenwoordig. Precies, dus anoniem. Hoeft niemand het te weten. Of van Dance for Life krijgen. Hey. Ik heb nog heel veel licht thuis. Ja, ik niet meer. Wel. Heb jij wel eens een one night stand gehad? Ja. Ja. En hoe was dat? Ja, eigenlijk wel nice. Was je uit geweest of kwam je iemand tegen? Hoe werkte dat? Ik was wel in een club en dan dans je en dan voel je van oké, dat dansen wil iets meer. En dan ben je gewoon een soort van vrij vogel en dan zie je waar de avond eindigt. Want dan ga je met haar mee naar huis of ging ze met jou mee? Of hoe, Nee, met mij mee. Als je op dezelfde wavelength bent. Dan is het aan te raden. Aan te raden. Maar doe het veilig. Heel veilig. Hoe zou jij iemand versieren? Kijk, weet je wat het is? Nee, wat ik in ieder geval bij versiering vooral... Ja, zo dansen. Sowieso dansen. In de club. En ik hou meestal een beetje van afwachten en kijken tot ik een opening heb. Zodat ik me welkom voel. Oké, dus je kijkt voelen. Een beetje naar haar en als zij een soort van sein geeft van oh, ik sta ervoor open, dan ga je pas. Ja. En wat is dan je signature move? Ik denk gewoon je voorstellen. Dat is de move. Hi, ik ben Kenzo. Nee, je moet het smooth doen. Zo. Hi, ik ben Kenzo. Zo, dan vraag je, dat is je naam. En dan begint het. En dan vallen ze in één keer voor je. In één keer, direct, gewoon gelijk. Wat was de beste keer seks? Wow, honestly, wat ik nu met mijn vriendin heb. Aww. Ja man, ik zeg eerlijk, nu ben ik zo van ja, dit wil ik elke dag. Ja, je groeit gewoon en ik denk... Dat je de vrouw beter leert kennen. Het vrouwelijke lichaam leer je beter kennen. Dus jezelf je kan haar ook beter pleasuren, zeg maar. Precies, omdat je ook gewoon weet van oké, dit heb ik al een keer meegemaakt. En dit, hier reageerde die persoon. Iedereen is natuurlijk ook anders. Maar over het algemeen zijn er wel wat algemene punten waar je in kan groeien. Oké, dus eigenlijk is het soort van het feit dat als je dus al een langere periode seks hebt. Met bijvoorbeeld ook verschillende soorten mensen. Dat je elkaars lichaam ook beter begrijpt. En dat de seks dus beter wordt. Exactly. Kenzo, dankjewel voor je leuke verhalen en je versiertips. Ik hoop dat mensen er wat aan hebben gehad. Wie mag volgende keer hier naast mij in bed kruipen? Ik ga mezelf inruilen voor Lola. Want dan hoor je misschien mijn verhaal van de andere kant. Oh, je vriendin. Ja.
Ja, je hoort het. Kom maar hier. Hey, thanks. Jullie thanks voor het kijken. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet ons niet te volgen @Dance4Life. En ik hoop je heel snel te zien.